Deze video wordt u aangeboden door Regenfiber en Shubi Reizen. Peter, we staan hier na de wedstrijd 4-1 verloren. Wat ging er vandaag mis? Nou, ik heb net ook al tegen radio of TV Oost gezegd, ging best wel heel veel mis. Nog niet eens zozeer aan de bal. We hebben het heel veel gehad in de voorbespreking over op het moment dat wij de bal verliezen. We zijn zelf aan het voetballen, zijn we in staat om druk op de bal te hebben. Maar zover zijn we eigenlijk helemaal niet gekomen. We zijn redelijk achteruit gedrukt en dan kom je op eigen helft te verdedigen. Proberen dat tegen 4-4-2 in zone op te pakken. Nou ja, we hebben ze daar eigenlijk nauwelijks weerstand kunnen bieden. En ze konden voetballen wat ze wouden. En daar is wel misgegaan, vind ik. Ga je rusten met een 3-1 achterstand. Wat wilde je beter zien in de tweede helft specifiek? Nou ja, met name dat. Wil je er nog een wedstrijd van maken, zul je snel 3-2 moeten maken. Maar met name datgene oplossen wat de eerste helft heel lastig was. Daar hebben we het over gehad. En dan kun je het praten over 4-4-2, 4-3. Hoe lossen we dat op? Nou ja, vanuit de zone, want dat doen we eigenlijk al het hele seizoen. En we hebben 15 minuten thuiswedstrijd tegen Dover geprobeerd met drie mensen achterop tegen twee spitsen. Dat is toen niet bevallen, dus dat was nu ook zeker geen optie. Dus dat we gewoon de tegenstander op onze eigen helft gewoon veel meer onder druk kunnen zetten. Ruimtes klein houden, meekantelen, daar heb je het dan over. Dan wordt het binnen 3 minuten in de tweede helft wordt het 4-1. Hoe kan dat? Ja, zo'n bal valt en... Doelpunt. Ja. Corner was het toch? Volgens mij wel, ja. Voor de 70ste minuut liet je niemand warm lopen. Waarom maakte je die keuze? Nou, gewoon omdat ik vond dat ze het zelf met elkaar moesten oplossen. Eigenlijk met 4-1 speel je eigenlijk een kansloze tweede helft. Zo snel 4-1. Bij 3-1 uit de kleedkamer komen. Je kunt een aansluitingstreffer maken en dan alles gebeuren. 4-1. Ook in de staat waarin we waren. En de kwaliteit die we vandaag hadden. En de kwaliteit van Dovo. Kun je zeggen van ja, los het met elkaar op. Jullie zijn ook in staat geweest om 4-1 achter te komen. Probeer er nog wat van te maken met z'n allen. Jullie verantwoordelijkheid. Hoeveel invloed heeft de sneeuw nou gehad in de voorbereiding na aanloop van dit duel? Ja, dat kun je nooit zeggen. Nogmaals, ik zie wat ik zie. Ik vond Dovo in alles veel agressiever. Die hebben vorige week een hele moeilijke wedstrijd gehad. De thuiswedstrijd tegen Spartanijken winnen ze heel gemakkelijk. Daarna spelen ze uit bij Eemdijk. Is het ook heel lastig. Kunnen zij ook alles van vinden. Zeg maar wat het van invloed heeft gehad. Ik denk het niet. Ik zie wat ik zie. En dat is dat hun veel agressiever waren. Veel korter erop zaten. Het verschil tussen als wij spits aanspelen. Hoe moeilijk en veel moeite zij moeten doen. Onze spits om in balbezit te blijven. Zeg maar, om zichzelf vrij te spelen. En hoe makkelijk het bij Dovo ging. Hoe makkelijk we het zo hebben gemaakt. Ja, daar vond ik met name de crux zitten. Dat we verdedigend gewoon veel te weinig hebben gedaan. Veel te weinig hebben afgedwongen. En Dovo het veel te makkelijk hebben gemaakt. Welke positieve punten heb je vandaag wel gezien bij je ploeg? Daar probeer je altijd wel naar te zoeken. Maar dat zou ik zo nog niet kunnen benoemen. Stijn die erin komt, die er goed in komt. Fris erin komt, met name dat ook. Dat zijn wel positieve dingetjes. Dankjewel. Ja, fijn weekend. Deze video werd u aangeboden door Regenfiber en Shubi Reizen.